Het geneesmiddel van de week is azithromycine. Azithromycine is een antibioticum dat behoort tot de groep van macrolide en het werkt bacteriostatisch. Azithromycine werkt voornamelijk tegen gram-positieve bacteriën zoals streptokokken en stafylokokken. En de meeste gram-negatieve bacteriën zijn ongevoelig. Azithromycine is geregistreerd voor infecties van de lagere en de hogere luchtwegen, bijvoorbeeld voor acute bronchitis, pneumonie en kinkhoest en voor faryngitis en sinusitis. Maar azithromycine is alleen bij kinkhoest eerste keuzemiddel. Voor de andere infecties is azithromycine pas geïndiceerd als andere antibiotica niet mogelijk zijn, zoals bij een penicillineallergie. Bij acute diarree door Campylobacter of Shigella wordt azithromycine soms ook toegepast. En het wordt ook voorgeschreven bij seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals chlamydia. Azithromycine heeft ook immuunmodulerende eigenschappen en wordt om die reden langdurig gegeven bij cystic fibrosis, dat ook bekend staat als CF of Thijslijmziekte. Ten tijde van de coronacrisis werd azithromycine, ondanks mager bewijs voor de effectiviteit, ook in de landelijke behandelrichtlijnen voor COVID-19 opgenomen. Azithromycine behoort tot de groep van macrolide antibiotica. En ook erythromycine en clarithromycine behoren tot deze groep. In dit schema is het werkingsmechanisme van verschillende antibiotica groepen weergegeven. De macrolide antibiotica binden in het ribosoom van de bacterie aan de 50S subeenheid, waardoor de RNA-afhankelijke eiwitsynthese wordt geremd. De bacterie wordt hierdoor niet gedood, maar de vermenigvuldiging wordt wel geremd, waardoor het lichaam de tijd krijgt de bacteriën op te ruimen. We noemen het daarom een bacteriostatisch antibioticum. Azithromycine bereikt hoge weefselconcentraties tot 50 keer zo hoog als in plasma. En het stapelt ook in bepaalde witte bloedcellen. Het heeft een lange halfwaardetijd van 30 tot 93 uur. Het kan daarom eenmaaldaags worden toegepast. En een kuur duurt vaak 1 tot 5 dagen. Als azithromycine langdurig wordt toegepast als immuunmodulans bij CF, wordt het meestal 3 keer per week voorgeschreven. Bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag. Azithromycine is oraal beschikbaar als tablet en als poeder voor drank. Het drankje is heel vies bitter, dus een glas vruchtensap na inname kan dan helpen. En mag darmbezwaren zoals misselijkheid en buikpijn komen vaak als bijwerking voor en kunnen worden verminderd door azithromycine in te nemen met voedsel. Ook smaakverlies wordt vaak gemeld. En vrij veel patiënten hebben last van hoofdpijn, duizeligheid en parasthesie, een tintelend gevoel in handen en voeten. QT-verlenging is een bijwerking die voornamelijk in combinatie met andere geneesmiddelen tot problemen leidt. Azithromycine kan in combinatie met andere QT-verlengende geneesmiddelen leiden tot de levensgevaarlijke ritmestoornis torsade de pointe. Daarom wordt bij dergelijke combinaties van QT-verlengende geneesmiddelen vaak een ECG geadviseerd, om te controleren of het QT-interval niet te groot wordt. Azithromycine remt het transporteiwit P-glycoproteïne dat allerlei geneesmiddelen de cel uitpompt. Daardoor stijgt de spiegel van zogenaamde PGP-substraten, zoals het immuunsuppressivum cyclosporine en ook van digoxine dat bij hartfalen wordt toegepast. Azithromycine remt CYP3A4 niet en dat kan daarom soms een goed alternatief zijn voor de andere macrolide, erythromycine en clarithromycine, die CYP3A4 wel remmen. Samenvattend. Azithromycine is een macrolide antibioticum dat bacteriostatisch werkt. Het kan als kuur bij verschillende infecties worden ingezet, maar is alleen bij kinkhoest en chlamydia eerste keus. Azithromycine wordt vanwege zijn immuunmodulerende eigenschappen soms langdurig toegepast. Azithromycine kan het QT-interval op het ECG verlengen en zo leiden tot levensbedreigende ritmestoornissen. En azithromycine remt het P-glycoproteïne dat sommige geneesmiddelen de cel uitpompt.